Oud-parlementsvoorzitter Emiel Weentuin is vandaag postuum geëerd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifex. De onderscheiding is in ontvangst genomen door zijn weduwe Ninon Weentuin Alvarez tijdens een speciale ceremonie in de Sint-Petrus- en Paulusbasiliek. Weentuin was vanaf 1975 tot de coup van 1980 voorzitter van het parlement en lid van de progressieve Surinaamse Volkspartij. Weentuin, die het Rooms-Katholieke geloof beleidde, is op 7 mei 2020 op 95-jarige leeftijd overleden. De bisschop van Paramaribo, Karel Tjuni, leidde de dienst. Nu is het de tijd om vandaag mevrouw Ninon Weentuin Alvarez de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontificie te overhandigen. De hoogste kerkelijke onderscheiding voor leken gelovigen die paus Franciscus heeft toegekend aan Emiel Weentuin. Pro Ecclesia et Pontificie betekent voor de kerk en de paus. De medaille wordt uitgereikt aan katholieke gelovigen die tenminste 45 jaar oud zijn en zich gedurende 25 jaar onafgebroken verdienstelijk hebben gemaakt. Politicoloog Hans Breeveld, die ook aanwezig was bij de ceremonie, beschrijft het levensverhaal van Weentuin. Vandaag zijn we hier om centraal te stellen de persoon Emiel Weentuin. Hij werd op maandag 22 september 1924 als Emiel Linus Alfred Nipte in het district Coroni geboren. Samen met zijn moeder en zijn 5 zusters moest hij hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Hij hielp mee bij het planten van rijst, het voeren van varkens en het verzorgen van koeien. Emiel kon goed leren en daarom wordt hij met behulp van zijn moeder en pater Jan de Kort als 12-jarige jongen naar Paramaribo gezonden om daar verder op school te gaan. Coroni was in die dagen slechts via de zee bereikbaar. Emiel maakte de reis naar Paramaribo in de kotter van zijn grootvader. Een reis die maar liefst 5 dagen duurde. Politicoloog Hans Breeveld over Emiel Weentuin, die vandaag postuum de hoogste pauselijke onderscheiding heeft ontvangen. De ceremonie vond plaats in de Sint-Petrus- en Paulus-basiliek.